Wij, het is ondertussen alweer Volgende dag. ja, zondag. Want mijn moedertje is gisteren gevallen en heeft haar pols gebroken. Dus Celine gaat nu even de pol. Wat ga je maken, weet je het al? Ja. Oké. Okay. Dat tante komt. Dit is het geworden. Hey mensjes, ik ben inmiddels thuis. Ik zit hier op de grond. Ik kreeg trouwens reacties van waarom alles wit was en die kast bruin. Nou, ik was dus naar de IKEA gegaan en toen dacht ik dus dat ik die wit had gepakt. Alleen toen had ik dus die bruine en het was zo'n helse dag dat ik gewoon de energie er niet voor had om terug te brengen. Dus ik heb hem gewoon gehouden en daar heb ik nu heel erg spijt van. In ieder geval, ik ga dus mijn haar stylen nu. En dan, dit is wat ik gebruik. Ik gebruik de Dyson Föhn eerst om mijn haar te, een beetje stijler te krijgen. En te drogen met dit opzetstukje. Dan stijl ik mijn haar met deze tang. En normaal heb ik dus een hele dikke roze. En die is zo fijn. En dat is echt mijn allerliefste tang. Alleen die ben ik dus kwijt. Dus dat is heel kut. Ik stijl mijn haar echt bijna nooit. Maar goed, deze zijn allebei van ISO Beauty. En die zijn top. Ik zit trouwens heel vaak op de grond. Maar ik ga nu even als eerste mijn haar droog maken. En mijn spiegel heb ik nog steeds niet schoongemaakt. Man, man, man. Zo ziet het eruit als ik het heb geveend. Dit is echt gewoon zo. Als je je haar hebt gesteld. En het gaat regenen of het is vochtig. Dan wordt het echt zo. Oké. Dit is hoe het er nu uitziet. Oké, ik heb nu haar gesteld. En dit vind ik dus nooit bij mij staan. Dus vandaar dat ik altijd toch nog een. Hoe heet dat? Een vlagdroog. Oké, nu ziet het er dus zo uit. Ik ga zo meteen. Ik doe wat haarlak erin en dan ga ik slapen. En dan zal ik morgenochtend aan jullie laten zien hoe het eruit ziet, want dit is niet top. Ik ga nu lekker slapen, het is 1 uur en ik moet morgen weer zo'n ding brengen. Dus ik zie jullie morgen. Goedemiddag is het. Ik ben met Mankenelis. Nou zeg. Ik zou dus eigenlijk laten zien hoe mijn haar als resultaat was geworden, alleen ja. Het is gewoon niet wat ik wou, want ik ben dus mijn grote krultang kwijt. En ik dacht, het lukt ook wel met die kleine, maar ja, ik ben er niet heel erg tevreden mee. Celine, draag hier mijn fiets, hoor niet? Wij gaan onze nieuwe auto ophalen. Ja, en wij gaan dus nu de nieuwe auto ophalen. Wat is het? Helemaal aan het einde van de straat, maar ik pak die fiets wel. Ik ben niet gesponsord trouwens, voordat jullie dan denken. Ik heb het gewoon zelf moeten betalen. En we hebben eindelijk geen auto, Celine. Eindelijk geen auto? Wel een auto bedoel ik. Auto, 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 auto. Dus dat gaan wij niet doen. En dan ga ik jullie meenemen vandaag. Wat voor auto zal het worden? Ik heb hier wat dingen voor je die kan je meegeven bij de aflevering van je nieuwe auto.
allemaal. Het is nu inmiddels 11 uur of zo. Ik ben net thuis. Hij was een nieuwe auto opgehaald. Ik ben zo blij dat ik weer een auto heb. Ik kan niet eens uitleggen hoe blij ik ben. Ik ben echt super blij. Ik ben nu even de laatste dingen aan het doen. Want, wat ik nog niet heb gezegd, ik vlieg morgen. Ik ga morgen naar Turkije met een vriendin van mij. Hun wonen daar. En ze vroeg of ik een paar dagen mee wou. Of ik een paar dagen mee ging. Dus dat ga ik doen. Alleen we vliegen heel vroeg in de ochtend. Of tenminste, dat is helemaal niet waar wat ik nu zeg. Ik word heel vroeg in de ochtend opgehaald. Ik word om 6:30 opgehaald. Maar Celine wil per se thuis slapen. En we gaan elkaar al missen. Want ja, ze moet morgen naar school. Zij moet gewoon naar school, dus ze kan niet mee. Dus ik zal ongetwijfeld hier weer commentaar over krijgen. Alleen, ze is dus toch thuis blijven slapen. En dan breng ik haar in de ochtend heel vroeg naar mijn stiefvader. En dan word ik hier opgehaald. Want ze wou gewoon heel graag bij me zijn. En ik wil haar ook nog even zien. Want we gaan elkaar missen. Dus dat gaan we doen. En ik ga nu mijn koffer even inpakken. En dan de laatste dingetjes doen. En dan ga ik proberen te slapen. Nog een beetje stofzuigen. Mijn huis nog een beetje netjes doen. En dan dat ga ik even doen. Zie ik jullie of zo nog. Of als morgen. Ik ben dus mijn koffer aan het inpakken. En dit is gewoon letterlijk. Dit is gewoon echt diep en diep triest. Het is een en al zwart. Het is echt heftig. Dit kan echt niet. Zelfs je koffer is zwart. Ja, dit kan echt niet. En wat ik aandoe is ook zwart. Dus ik ga even proberen iets meer, een beetje een touchje of color erin te doen. Ik ben benieuwd. Hoi mensen, wij zijn nu bij Schiphol. Zoals je kan zien heb ik dus mijn haar helemaal stijl. Nou zie je dus precies wat ik bedoel. Maar ik had dus echt geen tijd. Ik ben ook heel moe. Ja, ik ook. Ik ben om 5:00 opgestaan en om 6:30 werd ik opgehaald en ik ging 3 uur slapen. Wij gaan zo boarden en dan Ashley is even met Shane. En dan gaan we. Daar zijn ze weer. Cookie! Hallo! Iedereen die met een baby moet reizen, dit is de oplossing. Ik zal zo wel laten zien hoe die eruit ziet als je hem inklapt. Maar hij kan dus helemaal zo liggen. En we hebben dus 6 stoelen voor onszelf. Ashley zit daar met Jane. En ik zit hier met Jane. Aangekomen, ja. En wij hebben eten besteld. En wij hebben... Trommelgeluid. Nee, dat is echt een slechte trommel. Pasta bolognese. Oh, dit ruikt lekker. Deze is cute. Oh my god. Jawel. En die friet met die kruiden. Oh, en dit is hetzelfde. Oh, lekker, lekker, lekker. Wij gaan eten. Gaan we eten, Shane? Eten? Dansje? Eten? Woehoe, hier doen we muziekje onder als jij nu gaat dansen voor mij eten. Nee. Pak mijn tatje. Lekker. Dansen. Lekker. Are you kidding me? Ga blazen. Dansen, nu. Ja, goed zo, stukkie. La 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 la. La 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 la. Nope. Ja, nu ga je dan. Ja, dit is het uitzicht. Ik ga zo nog naar mijn eigen kamer en dan zal ik even laten zien hoe die eruit ziet. Wij gaan nu eten, want ik heb honger. Later. Hoi allemaal, het is eigenlijk inmiddels alweer avond. Zoals je kan zien, het is volgens mij rond 7 uur nu. Ik heb even een klein beetje krul om haar gezet, dat doe ik zo een beetje uitborstelen. Ik heb eigenlijk de hele dag...
beetje uitgerust. We zijn even door de mall gelopen hier zo. Ik heb een paar spulletjes bij de Mango gekocht. Een zwarte broek. Niet boeiend. En een grijze broek met een t-shirt. Man, man, man. Wat zijn we toch weer kleurrijk. Ik had eigenlijk best wel warm, best wel zomerse dingen bij. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo zomers. Ik ga eventjes me nu omkleden. Ik heb nog helemaal geen roomtour gedaan. Als ik dadelijk thuis kom, dan ga ik dat even doen. Wij vliegen alleen morgen alweer naar Istanbul. We zijn nu bij Kayseri. En we gaan, ik weet niet of het goed uitspreek, maar we gaan morgen dus naar Istanbul voor de laatste 2 dagen. En dan ga ik weer naar huis. Ik zal of morgenochtend of vanavond als ik terug ben even een roomtour doen. Ik ga me even aankleden nu, want we gaan uit eten. En dan zie ik jullie zo. Oké, mensjes. Ik ben in de kamer met Jeanin. En ik was dus onderweg naar het restaurant. Mijn haar zit trouwens niet. Maar ik was onderweg naar het restaurant. En toen ging mijn camera dus kapot. Letterlijk. Dit. Helemaal kapot. Scherm. Een scherm kapot. Dus hij doet het niet meer. Nope. Maar laat gelukkig wel een nieuwe camera. Yup. Want mijn vriendin heeft precies dezelfde. En die heb ik dus even nu toegeëigend. Mijn kamer, want wij gaan een slaapfeestje maken. Woep, woep. Bam, bam. Slaapfeestjes dan. Slaapfeestjes dan. Slaapfeestjes dan. Goedemorgen. Ik heb mijn haar weer gewassen. En ik voel me weer mezelf. Ik zou nog even de kamer laten zien. Aangezien we nu alweer weggaan, hè Jay? Ja. We vliegen. Het is nu 7:30 in de ochtend. Nee, dat is niet waar ik lieg. Het is nu 8:00. Ik zou het wel fijn vinden als ik even een beetje een kleurtje zou krijgen. Want man, man, man. Dan ben ik wit. Maar goed. Ik ga nog heel even voor jullie de kamer laten zien. En dan gaan we ontbijten. Ontbijten en dan gaan we naar het vliegveld. Dan gaan we vliegen. Het is volgens mij maar een uurtje vliegen. Dus dat is wel top. En dan zal ik weer een nieuwe roomtour doen. Hier kom je binnen nu in een badkamer die helemaal niet meer netjes is. Dit was even heel snel de roomtour. Ik ga mijn schoenen nu aandoen. Even nog mijn tanden poetsen. En dan gaan we, ontbijten. Wij zijn aangekomen in het hotel. En we gaan eten. We hebben heel erg honger, dus ik heb nog verder niks laten zien. Dit is weer, Ashley en ik hebben zeg maar een ding. Dat ik altijd de briljante dingen bestel op de kaart. Deze zelf. Ik heb dus dit besteld. Oké. We gaan lekker eten. Ziet er heel lekker uit. Waar is mijn... Dat was mijn vork. Eet smakelijk, Shani. Eet smakelijk. Het is inmiddels in de avond nu. Hoe laat is het? 7:00 of zo. S is net geweest. Kijk de rennen dan. En ik ga dus nu mijn wimpers doen. Dus ik ben benieuwd. Dit is de before. En jullie weten dat ik altijd zo aan het zeiken ben over mijn wimpers. Dus we gaan het zien. Ik ga stuk. Het ziet er zo gek uit. Hallo, cookie. Ik probeer het jullie een beetje te laten zien. Maar het licht is zo slecht.
Wat een verschil, hé. Ik ga stuk. Ik kan het niet zien. Ik laat het zo wel zien. Zit jij in een hoekje te... en weg is, hoor. Oh, wat heftig nu. Oké, ik laat jullie zo zien. Want ze heeft volgens mij anderhalf uur over deze kant gedaan. Ja, blijf wel 6 weken zitten. Blijf heel lang zitten. Hoi allemaal. Ik heb gisteren de vlog eigenlijk dus niet meer afgesloten. Omdat het heel laat was en ik was best wel kapot. Ik was volgens mij om 10 uur of zo klaar. Met de wimpers. Het is heel vol. Ik moet heel erg wennen, maar ik vind het wel mooi. Het is nu alweer zaterdag. Dat betekent dat ik de vlog ga afsluiten. En dat ik aan een nieuwe week ga beginnen. Dus ik hoop dat jullie deze leuke video vonden. Shane, zeg eens doei doei. Doei doei. Doei doei.